Wij zijn weer op pad op deze zonnige ochtend. We zijn naar de Best Buy aan het wandelen. Want we gaan voor een kabel kijken. Annelies heeft gisteren een GoPro gekocht. En er was geen oplaadkabeltje bij, dus dan gaan we zoeken. Hopelijk hebben ze dat hier, want we hebben al twee winkels gedaan. En nergens hadden ze dat. Dus fingers. Hi. Fingers crossed, hè. Found it! Woehoe! Nu zijn we ons geld aan het tellen, als we wel genoeg hebben. 13 bena, denk ik. En die 7. 7, ja. 20 plus tax. Er zijn geen bankjes aan de winkel, dus ik heb een andere zitplaats moeten vinden. Het is wel een hele coole, al zeg ik het zelf. Tada! Het zijn allemaal grasmaaiers of zitmaaiers. Ik heb mij hier even gezet. Chillen. Wacht op papa. Het is in de Lowe's filterzalen. Met Annelies is haar GoPro aan het uitpakken. Allee, haar kabel die ze heeft gekocht. Maar het was wel een beetje fris, want de wind was... Het was zo koude wind vandaag. Maar oké, we hebben het overleefd. En ik besef me net dat ik nog een paar dingen niet heb laten zien die ik had gekocht. Dus die ga ik nog even laten zien aan jullie voor ik de vlog ga afsluiten. Als eerste heb ik een wireless charger gekocht. Ziet er zo uit. Die is van Target. En die was maar $5, maar ik heb hem al gebruikt en hij werkt echt goed. Dus ik ben blij. Dan had ik dit nog gekocht. Dat ga ik wel laten zien. Dat is voor Noah. Maar dat was zo bij de babyklerenwinkel voor €3 of zo. En ik dacht, ik ga dat meenemen. Hier kun je zo op sabberen en dan kun je vastnemen. En hier kun je ook op sabberen en dan heb je zo dit. En dan maakt dat lawaai binnenin. Ja. En dan heb ik nog twee kaarsen gekocht. Bij Bath & Body Works. Als eerste heb ik de Island Reef gekocht. Deze keer niet de hele grote kaarsen, want ik heb geen huis om te wonen. Dus ik heb ook geen plaats om kaarsen te branden. Deze ruikt best mannelijk. Ja, eigenlijk staat er altijd op hoe dat hier ruikt. Fresh Island Citrus Crisp Eucalyptus Sparkling Waves with Essential Oils. Want die ruikt, ja, naar mijn papa. Maar jullie weten niet hoe mijn papa ruikt. Dus mannelijk gewoon. Ruikt het. Maar wel heel goed. De andere tweede die ik heb, is de Fresh Cut Lilacs. En daar staat onder. Lilac Bouquet
Dewy Greens Soft Spring Air. En ja, die ruikt naar meiklokjes. Zo die witte. Zijn meiklokjes wit? Of geel? Wit. Wit. Zo witte meiklokjes die je zo tegen Pasen altijd hebt. Zo, daar ruikt dit naar. Oké, dat waren nog een paar dingen die ik had gekocht. Ik ga hier ook de vlog afsluiten voor vandaag. Ik weet, het is maar één dag in deze vlog. Maar ik ga morgen een aparte dag vloggen. Want dan heb ik iets meer vakantievlogs. Want ik denk dat ik er tot nu toe maar 3 heb. En het zijn niet meer veel. Het zijn nog maar 3 dagen ook. Dus ga ik dat zo doen. Dan hebben jullie iets meer vakantievlogs om naar te kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Vergeet ook zeker niet om een leuke comment achter te laten. En ik zie jullie overmorgen. Oh.